Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe boodschappenshopvlog. Welkom bij deze maandagmiddag. Het is 11:55 en Jumbo heeft net de boodschapjes bezorgd. En het is maar een klein holletje deze week. Dat komt vooral omdat het de tweede week is van de zomervakantie. We hebben nu maar 2 kinderen deze week. We gaan een aantal keer weg. We hebben best wel wat over van vorige week dat ik toch niet zoveel heb opgemaakt zoals ik dacht dat we zouden doen met 4 kinderen. Dus ik heb gewoon niet zo heel erg veel nodig. Het was ook maar €74,66, dus dat valt echt reuze mee. En ik denk dat de komende week de trend gaat zijn. Meestal probeer ik ze rond de €100 per week. Ja, dat is zeg maar een beetje mijn basis. En ik ga er vaak overheen als er met meer kinderen zijn. Of noem het maar op. Maar ik heb ook best wel veel in de vriezer zitten ondertussen. En ik heb ook best wel veel snacks en dat soort dingen over. Dus we gaan eerst naar de voorraad weer verder kijken. En dan, volgende week zijn we ook maar met z'n tweeën. Dus dat is veel makkelijker. Je zet onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Het zal niet precies zo zijn. Ik ga nu niet zeggen dit eten op maandag, dit eten op dinsdag. Want het ligt er gewoon een beetje aan waar we zin in hebben. Het is vakantie, we kunnen relax doen. Dus ja, het is maar een klein holletje, maar ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Als dat zo is, geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om te blijven met de video's die ik post. Er komen dus ook vakantievlogs aan, dus dat is helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. Maar wat gaan we nu? Gaan we met de boodschappen beginnen. Zoals ik zei, het is echt een mini holletje. Voor me voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo vol. We eten een keertje fajitas, dus ik heb fajita kruiden, ik heb kip. Het is wel veel kip, dus ik denk dat een gedeelte daarvan in de vriezer gaat. En ik dacht dat ik gewone wraps, XL tortilla wraps had besteld, maar het zijn de volkoren. Hashtag healthy. Ik vind ze zelf iets minder lekker, maar ik zal het vast wel opeten. We eten natuurlijk ook een keertje friet met snacks. Ook dat gaat gewoon op zaterdag gewoon door. Dus ik heb die even aangevuld met een snackpakket. Dat is €5. Dan heb je de frikandellen, de kaasvlees en de kroketten erbij zitten. Dus dat is helemaal goed. We eten een keertje kaasnitzels met aardappelkroketjes en broccoli. Op verzoek van de kinderen, die vinden dat super lekker. We eten een keertje broodje hamburger op verzoek van de kinderen met cheddar kaas. Again, daar kan je natuurlijk ook sla, tomaat, komkommertjes, alles voor een saladetje bij doen. Helemaal goed. We eten een keertje pita broodjes met shawarma pita broodjes heb ik nog liggen in de voorraadkast. Knoflooksaus niet meer. Maar we hebben nog sla, paprika sla. Dus dat kunnen we dan ook allemaal erbij doen. We eten ook een keertje een gekookt ei met gekookte aardappels en spinazie op verzoek van de kinderen. I don't know why, hun vinden dat lekker. Dus ik heb het extra spinazie à la crème ingeslagen. Paprika is dus voor de fajitas, de shawarma, tussendoortje, whatever we feel like. Filet americain, want dat eten ja, iedereen eigenlijk, behalve mijn zoon. Dus daar heb ik er lekker 2 van gehaald, want het was 2 voor €4. Boterhamworst, grillworst. Ik had vorige week 2 blokken kaas, dus dat heb ik niet nodig. Ik heb nog kaas, lactosevrije kaas, ook nog genoeg, dat hoef ik ook niet. 2 komkommertjes, again, voor de shawarma, voor bij de fajitas, voor het tussendoortje. Dacht, die zijn altijd prima. Ik heb vanilledubbels gehad voor in de koekjesrommel. Want ja, de koekjesrommel die gaat wel gewoon door met ze opraken. Dus ja, die zijn allemaal lekker. Even 2 pakjes roomboter extra voor de boterhammetjes en als we eventueel wat gaan bakken. Hier hebben we de grote zakjes sla, maar ik heb nog een krop sla liggen ook. Dan een heleboel van die high protein kwarkjes. Heleboel, hè? Veel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weet je waarom het er 7 zijn? Nee. Ik mag me iedere dag na het eten er eentje nemen. Want ik vind deze vind ik sowieso super lekker. En ik merk ze eigenlijk als ik ze in de koelkast heb staan, ze wel iedere dag eet. En deze gaan we dan gewoon proberen voor de afwisseling. Ook dat is zeg maar 20 gram proteïne. Dus super hashtag healthy. We hebben natuurlijk weer drinken. Dus ik heb alleen Crystal Clear en Cola Light. Want ik heb Cola Light no caffeine eigenlijk. Want ik heb nog siroop, ik heb nog taxi. Dus die kinderen komen er wel. Ja, dat was iets gratis. Dat was een gratis Coca-Cola. Het is een new taste, dus die kunnen we proberen. Maar die kreeg je er dan bij. Want, oh nee, die kreeg je niet bij. Die zat hierbij. Omdat dat is het foldertje. Maar je krijgt hem er, volgens mij kan je hem er ook doen op het moment dat je hem los bestelt. Want dan krijg je dan dus geen bestelkosten. Het is maar dat je het weet. Dus het is echt vrij sumier. Als je denkt van, goh, waar is het andere beleg? Waar zijn je snoepjes, waar is je fruit? We hebben echt nog zoveel over. Appels sowieso nog. Ik heb nog peren. Ik heb nog kiwi. Ik heb nog wel aardbeien zo, maar die moet echt wel vandaag of morgen op. Plus dat ik voor mezelf dacht van, joh, het is vakantie. Als ik wat nodig heb, kan ik altijd wel even naar de buurt super hier toe rijden. Want echt druk hebben we deze week niet.
De eerste 3 dagen dan wel wat we hier en daar wat afspraken hebben. Voor de rest zijn we gewoon lekker vrij. Dus daar gaan we gewoon lekker van genieten. Dus het was een vrij sumiere kleine boodschappenshopblog. Toch hoop dat jullie hem fijn vonden als dat ze was. En zet jullie dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk ook even onder in de beschrijving neer, want dan zet ik alles uit wat we ongeveer per dag gaan eten. Hoewel het van deze week een beetje zou schuiven. En dan zou ik zeggen een heel fijn weekend en tot in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg! Doei doeg! Doei!